We zijn bezig op verschillende manieren naar circulariteit te kijken. Vandaag ga ik inzoomen op één dimensie daarvan. En het is een soort model om de circulariteit van bepaalde oplossingen of van een wijk te beoordelen. Dus van ontwerpmogelijkheden of ontwerpalternatieven te vergelijken. Maar ook om mogelijkheden te identificeren voor onderzoek, voor innovatie, voor verbetering. Als jullie één ding gaan onthouden van vandaag of van mijn presentatie, dan wil ik dat dit het is. Dat is dat de circulaire economie en ook de circulaire waterketen gaat om meer dan alleen de biofysische dimensie. Nou, dit is een tekening van een stad. En ik ben onderzoeker bij KWR. Ik was als ingenieur opgeleid, maar ik hou me nu vooral bezig met transities, toekomstbekenning, strategie, dat soort dingen. En wat ik geleerd heb afgelopen 10 jaar is dat een stad is een assemblage van zowel de biofysische als de sociaal-politieke. En die beïnvloeden elkaar heel erg. En dus als we circulariteit willen realiseren, dan kunnen we niet alleen naar energie- en massabalans gaan kijken. Dan moeten we ook naar die sociaal-politieke economische dimensies gaan kijken. En wat mij betreft is dat het vernieuwende van de circulaire economie. Dus voor dat circulair 2050 project van die 4 organisaties hebben we gekeken naar hoe kunnen we een model maken om de circulariteit van de verschillende oplossingen te beoordelen. We zijn geïnspireerd geraakt door een model van Kate Raworth over de donut-economie. Zij gebruikt het idee van een ecologisch plafond. Dus dat er bepaalde limieten zijn, grenzen aan wat we kunnen gebruiken van de aarde. En aan de andere kant dat er een sociaal fundament is. Dus dat we niet mogen afbreuk doen aan volksgezondheid en aan veiligheid. En een aantal van dat soort basisbehoeftes van de mens. En tussen die sociaal fundament en ecologisch plafond zit een soort veilige ruimte waarin we kunnen leven. We moeten proberen alles te optimaliseren dat we daarin zitten. Nou, wat we zagen bij al die verschillende kenmerken van een circulaire economie, is dat ze ook in te delen zijn op die manier. Dus dat die energie- en stofstromen, energie- en grondstoffen, dat zijn de manieren waarop de waterketen invloed heeft op het ecologisch plafond. En aan de andere kant zijn er bepaalde waarden voor mensen. Een deel van de circulaire economie gaat over het behoud van waarden in systemen. En er zijn verschillende soorten waarden. Nou ja, een aantal van die kenmerken hebben te maken met dat sociaal fundament dus. En er zijn ook een aantal kenmerken van de waterketen zelf. Die maken het meer of minder circulair. Dus we hebben, na midden een jaar onderzoek, het op deze manier gerangschikt en geprobeerd te simplificeren. Dit is mijn laatste dia. Dit is dus het resultaat van al dat denkwerk. We hebben ook een beperkt aantal indicatoren aan de buitenring. Dat zijn dus de manieren waarop de waterketen invloed druk uitoefent op het ecologisch plafond. Dus door middel van energie en grondstoffen. Het gele stuk in het midden, dat zijn dan de basisbehoeftes of het sociaal fundament. En dit zijn de belangrijkste kenmerken waarmee de waterketen bijdraagt aan dat sociaal fundament. Met veiligheid, met volksgezondheid, dat soort dingen. En dan dat blauwe stuk in het midden, dat is de waterketen zelf. En dat heeft ook bepaalde waarden, ecologische waarden. We kunnen ook kijken naar de hergebruikspotentie of die adaptiviteit van de keten zelf. Dus dit zijn de verschillende kenmerken. Later hebben we tijd om daar wat langer over te praten. Dus ik wil graag nu het woord aan de volgende geven. Dankjewel, Andrew, voor je bijdrage.
Ik heb even een korte vraag hier nog over. Je praat over weien en dit onderzoek is gedaan. Kun je iets meer vertellen met wie dit onderzoek gedaan is? Want ik heb ook begrepen dat je hier ook een behoorlijk aantal workshops en dergelijke over gehad hebt. Dus dit is breed gedeeld in de waterwereld, is mijn beeld. Ja, dat klopt. Ja, die vier organisaties van wie de logo op de pagina staat, dus KWR, Aqua Minerals, STOA en de Grondstof en Energiefabriek, die betalen samen het onderzoek. Dus van al die organisaties zijn de vertegenwoordigers, die zitten in een klankbordgroep, in een stuurgroep. En die denken de hele tijd mee ook over het onderzoek. En daarnaast bij elke stap, bijvoorbeeld bij het bepalen van de toekomstvisies, van dat soort dingen, hebben we een soort werkateliers gehouden waar we mensen uitgenodigd hebben. Dus om dat schets te maken van het toekomstbeeld, daar zijn denk ik vier werkateliers gehouden, met iedere keer iets van 20 of 30 mensen, van ook waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeentes, universiteiten. Dus dat was een breed gemeenschap. Het is nog niet zo dat dit is niet gestemd of zo op dit oplossing of zo. En we zijn nu nog bezig in het project met backcasting. Dus kijken hoe kunnen we komen van het huidige situatie naar de toekomstige situatie toe. Dus als mensen willen bijdragen, dan horen we dat graag. Oké, dankjewel Andrew voor deze oproep. Straks kom je nog even terug om even te kijken hoe asset management en bagger en hoe dat misschien mogelijk hieraan gerelateerd is. Dankjewel tot zover. Mochten mensen ook vragen specifiek aan Andrew hebben, laat het vooral weten in de chat. Dan nemen we die op het einde ook nog mee en op plekken waar het mogelijk is. Ik wil nu overgaan naar circulair asset management. Bas Nanninga van de Unie van Waterschappen die is bezig om circulaire economie ook vanuit het waterschapsperspectief en breed gedragen door de waterschappen vorm te geven. En hij zoomt nu in op het materiaalonderzoek zoals hij dat hier omschreven heeft en een stukje strategieontwikkeling. Bas, mag ik jou het woord geven? Ja, goedemorgen. Mijn naam is Bas Nanninga. Ik werk bij Hoogheemraadschap van Delfland. En als medewerker circulaire economie, om de organisatie mee te nemen in de verandering richting circulaire economie. En vanuit die rol ben ik ook 2 dagen in de week gedetacheerd bij de Unie van Waterschappen. En ik wil jullie vandaag graag meenemen in waar ik me binnen de Unie van Waterschappen op dit moment mee bezighoud. Ik probeerde net mijn presentatie te delen, maar toen zag ik jullie ineens niet meer. Ik ga het nog een keer proberen. De delen ging goed, Bas. Het delen ging goed. Het is wel lastig dat ik jullie dan niet zie. We gaan even kijken hoe dat werkt. Anders dan vraag ik het straks aan jou, André. Is goed, ja. Zien jullie nu een presentatie of alleen... Oh ja. Nu zien we de presentatie. Oké, mooi. Na de presentatie van Andrew denk ik even één stapje terug. We hebben het natuurlijk over circulaire economie. Waarom eigenlijk die circulaire economie? En waarom heeft iedereen het er tegenwoordig over? Ik denk dat het belangrijk is om daar ook even met elkaar bij stil te staan. En voor mij is eigenlijk de belangrijkste reden is dat wij in de westerse wereld eigenlijk te veel grondstoffen gebruiken. Op dit moment gebruiken we ongeveer 2,5 aarde per jaar, terwijl we maar 1 beschikbaar hebben. En we zien de effecten daarvan. We kennen de gevolgen van de klimaatverandering. We zien een afname van de hoeveelheid biodiversiteit wereldwijd. Maar we kennen ook maatschappelijke problemen. De verdeling van grondstoffen over de wereld. Nou ja, het zoetwatertekort bijvoorbeeld is een belangrijk onderwerp tegenwoordig. En wat volgens mij ook een gevolg is van het op te grote schaal gebruiken van zoet water. Er is dus iets nodig. En als waterschappen merken we dat als geen ander, denk ik. Dat zien we bijvoorbeeld aan de gevolgen van klimaatverandering. Hè. Langere droogteperiodes hebben we meegemaakt afgelopen jaren, het jaar daarvoor. Meer neerslag op bepaalde momenten.
Maar ook wij als waterschappen kunnen in de toekomst te maken krijgen met ook een tekort aan grondstoffen of materialen. Misschien verwacht je dat nu nog niet, maar kijk bijvoorbeeld naar de coronacrisis. Met name het begin, een groot tekort aan mondkapjes en beademingsapparatuur. En nu de race om de vaccins. We zijn voor een groot deel afhankelijk van China. Allemaal signalen die aangeven, wij moeten verstandig met onze grondstoffen omgaan. En dat vonden meer dan 400 organisaties in Nederland ook, waaronder het Rijk, waaronder ook de Unie van Waterschappen, de VNG, IPO. En hebben in 2017 het grondstoffenakkoord ondertekend. En in dat grondstoffenakkoord hebben we met elkaar afgesproken dat we toewerken naar een circulaire economie in 2050. En dat betekent dat we dan, circulair bedoelen we daarmee dat we al onze grondstoffen zoveel mogelijk her gaan gebruiken, zodat we minder primaire grondstoffen of zo weinig mogelijk primaire grondstoffen nodig hebben. En als tussenstap willen we in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Nou, hoe willen we dat doen? Vooral natuurlijk aan de voorkant voorkomen dat wij primaire grondstoffen inkopen. Hè, door refuse, rethink, reduce en redesign. Dus op een andere manier kijken hoe je dingen inkoopt. Andere manier te kijken hoe je dingen ontwerpt. Zodat je minder grondstoffen nodig hebt. Maar ook in je gebruik minder snel iets nieuws kopen. Dus kijken in hoeverre kan je dingen hergebruiken, repareren, recyclen, upcyclen. Binnen de waterschappen zijn we al heel goed de laatste decennia, in het terugwinnen van onze grondstoffen uit als afvalwater. Wij zien afvalwater op dit moment al lang niet meer als een afvalstof, maar we proberen al zoveel mogelijk grondstoffen eruit terug te winnen. En de uitdaging voor de komende jaren zit dan ook vooral, naast dat natuurlijk dat we hiermee doorgaan, vooral ook naar meer aan de voorkant van die keten. Als Unie van Waterschappen houden wij ons vooral bezig, natuurlijk landelijk, met samenwerking en belangenbehartiging van de waterschappen in Nederland, maar ook richting de Europese gemeenschap via Bureau Brussel. We houden ons daar vooral bezig met het verder brengen van de energie- en grondstoffenfabrieken. Landelijk zijn we betrokken bij het uitvoeringsprogramma voor de circulaire economie. Onder andere de transitieagenda voor de bouw. Daarin willen we in 2030 100% circulair aanbesteden. Dus dat in elke aanbesteding voor de bouw en dus ook de grond, weg en waterbouw van de waterschappen circulair wordt aanbesteed. En als tussenstap willen we in 2023 al circulair gaan uitvragen. Een belangrijk onderdeel daarvan is ook de Green Deal Duurzaam GWW. Waarin instrumenten zijn ontwikkeld waarmee we daarin ook voor grondweg en waterbouw stappen kunnen zetten. Nou, ik ben zelf met twee ontwikkelingen van de Unie betrokken, of ben ik eigenlijk projectleider daarvan. Dat is de ontwikkeling van een strategie richting de circulaire waterschappen en een materialenonderzoek wat heet circulair asset management. En deze twee wil ik graag aan jullie toelichten. Als eerste, vorig jaar hebben we onderzoek laten doen naar welke circulaire activiteiten vinden er binnen de waterschappen plaats. Royal Haskoning DFV heeft een onderzoek gedaan op basis van wat de waterschappen op internet hebben gepubliceerd over hun circulaire activiteiten. Daarmee benadruk ik dus dat het do facts matter, ja. Dit zegt niet alleen iets over de circulaire activiteiten, maar dus ook over hoe er via internet over gecommuniceerd wordt door waterschappen. En daarin zien we dat 47% van alle projecten onderzoek is. Hè, dat zou in het kader van STOA is dat natuurlijk ook een goed nieuws. Hè. Er wordt veel onderzoek gedaan. Verder projecten, beleid en overig. Wat we hieruit zien is dat de circulaire initiatieven van de waterschappen vooral nog experimenteel en onderzoekend is.
En nog minder op, ik moest even denken aan de column net van, of de inleiding van Daphne de Passé. Die zegt,